Het oudste stadsplan van Antwerpen wordt momenteel gerestaureerd. Al 5 maanden lang werken restaurateurs aan het Vlaams topstuk uit de 16e eeuw. De eerste fase bestond uit het oppervlaktereinigen van zowel de voor- als de achterzijde. De tweede fase was dan het verwijderen van de lijmresten die op de voorzijde bevonden en het vastzetten van losgekomen deeltjes. En in de laatste fase wordt de kaart eigenlijk terug ingelijst om een stabiele omgeving eigenlijk te creëren voor de kaart. De restauratie maakt het mogelijk om de beste versie van het stadsplan te tonen tijdens de nieuwe expo van het Plantijn Moretus Museum. Tot 2016 werd dit tentoongesteld in de vaste opstelling van het museum. En door de toestand van de kaart is toen beslist om ze niet meer tentoon te stellen. En dan wordt ze enkel getoond bij uitzonderlijke gevallen. In dit geval wordt ze 3 maanden tentoongesteld en dan gaat ze 5 jaar in donkere opslag. Dus zal ze niet meer getoond worden. De nieuwe tentoonstelling Komt een Italiaan naar de Nederlanden, gidsje door het roemrijke Antwerpen van de 16e eeuw. Het is een pronkstuk van het museum, dus het zal zeker een belangrijke rol spelen, maar er zijn nog veel andere werken en topstukken die daar ook getoond zullen worden dan. Na 5 jaar is het werk tijdelijk terug in het Plantijn Moretus Museum, voor het doek valt over het oudste stadsplan van Antwerpen.